Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Grape District, Mansveld Expo Tech, Parktheater Eindhoven, Expo Size, Ixie Ontwerp Expo Winkel en CSU. Welkom in het Parktheater voor alweer de 5e aflevering van 24 uur Vonkt. 24 uur Vonkt is de talkshow van 24 uur een bedrijf, het netwerkplatform van deze regio. Vanavond hebben we weer een mooi programma met tafelinterviews. Ik heb aan tafel Patrick de Zeeuw, Jacqueline Zuidweg, Eduard Schaapman en de muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Björn van der Doelen. We hebben het pitchpodium en we eindigen met de stand-up column van Rob Adams. Welkom bij Studio 040. Eind jaren 80 en begin 90 jaren was deze man een snowboard professional die de wereld rondreisde op zoek naar verse sneeuw. En daarnaast heeft hij ook nog een mastertitel in management en internationale economie. Energie is waar deze man voor staat en hij zette zeer succesvol het eerste internetbedrijf binnen Endemol op. Hij richtte in 2005 Three Circles Media op en maakte een booming succes van diverse interactieve tv- en internet gaming concepten. Hij schreef samen met zijn zakenpartner Ruud Hendricks in 2013 het boek I'm Hungry, over hoe start-ups kunnen blijven excelleren. Hij zegt zelf dat hij ze wil behoeden voor de fouten die hij zelf in de afgelopen 32 jaar heeft gemaakt. Maar zoals een snowboarder wel weet, zonder vallen ook geen opstaan. Hij is co-founder en boardmember van Startup Bootcamp Global en zijn kennis en passie voor start-ups en ondernemen deelt hij van harte met ons. Graag een hartelijk welkom voor Patrick de Zeeuw. Patrick, waar wil je me hebben? Welkom. Hier naast mij. Vooraan. Ja, vooraan. Als het kan. Ik heb je van tevoren gezegd dat wij dit programma op gaan bouwen uit een paar stukjes, een paar delen. We beginnen altijd het programma met een aantal stellingen. En ik wil jou die gaan voorleggen. En vervolgens gaan we met het interview verder. Overigens, je mag, als je het ergens niet mee eens bent, kun je na de stellingen erop terugkomen. Zou ik zelfs heel erg leuk vinden. Dus de eerste, ja. Komt die aan. Niet spieken trouwens. Hè? Ja, dus, nee, ja. Zo zien wat er staat. Ja, de antwoord ook. Joop van den Ende of John de Mol? Joop. Oké. Okay. Idee of product? Product. Creativiteit of innovatie? Creativiteit. Brabant of de Randstad? Brabant. Ik kan niks anders zeggen natuurlijk hier vanavond. Nee, naar die biefstuk van vanavond zeker niet meer. Nee. Dus nee. En de laatste is doorgroeien of buy-out? Doorgroeien, altijd. Altijd. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Waarom altijd? Nou, omdat een start-up technologie of methodologie heet dat een exit. Je bedrijf verkopen, dat is nooit een doel op zich. Ik ben nooit een van de bedrijven die ik zelf ben begonnen of de bedrijven waar ik werkzaam ben geweest, nooit actief geweest voor het geld. Altijd voor, zal maar zeggen, het avontuur en de passie om te kunnen ondernemen. En als er dan een moment voorbij komt waar iemand anders dat beter kan dan je zelf kan, op het moment dat er een grote investering nodig is wellicht, dan is het misschien een moment om een keertje uit te stappen. Maar dat is nooit een doel op zich, in ieder geval nooit voor mij geweest. Helder, dus heel strak. Maar waar je wel over twijfelde en je deed voorkomen dat je er niet over twijfelde, was Brabant of Randstad, die zei Brabant. Nou, ik woon alweer 13 jaar in Amsterdam. En dat is hartstikke gezellig. Maar het is hartstikke leuk ook altijd om terug te zijn in Eindhoven. En zeker op deze plek, moet ik zeggen. Want toen ik een klein manneke was, mijn broer en mijn moeder zitten hier in de zaal. Ah. Toen kwamen wij regelmatig in het café hier aan de overkant, kan ik me nog herinneren. En dan speelden wij in het park. En mijn ouders die dronken dan een biertje. Dus ik vind het een heel bijzondere avond voor mij om hier in ieder geval vanavond te zijn. En ik vind het nog steeds leuk om ook in Eindhoven te ondernemen en te kunnen ondernemen. En, want daar gaat het om. En ik moet wel zeggen dat in Eindhoven zeker zo goed kan als in de rest van het land. En misschien zelfs wel beter. En je ziet toch dat de regio zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld op het gebied van early stage technologie. Dus we kennen de Philips allemaal van deze en de NXP's. Maar ook de start-ups die vertegenwoordigen zich goed hier in de regio. Dus ik draag dat een warm hart toe. En we zullen er alles aan doen om dat de komende jaren positief zich verder te laten ontwikkelen. Ja, want Eindhoven is behoorlijk groeiend als je het ziet ten opzichte van de afgelopen 10, 15 jaar. Ja.
Hoe zie jij dat? Ik hoor steeds meer geluiden, en dat komt met name vanuit de regio, dat uiteindelijk de komende jaren de economische bijdrage van de regio groter zal zijn dan die in Noord-Holland op dit moment is. En ik denk dat dat zomaar zou kunnen lukken. En heeft dat ermee te maken dat je in Amsterdam niet meer echt verder kan groeien, behalve in de hoogte, en dat je hier nog kan uitdijen? Nee, ik denk dat het uiteindelijk gaat met de industrieën die wel vertegenwoordigd zijn in deze regio en die niet zo vertegenwoordigd zijn in de rest van het land. Of dat nou in Utrecht is, of het is in Amsterdam, of het is in Groningen. Je ziet toch dat met name de hele high-tech-industrie zich hier, met name door de Philipsen, die 100 jaar geleden hier zijn begonnen, maar ook de NXP's en de ASML's en de VDL's, zich enorm hebben ontwikkeld. En dat zijn kapitaalintensieve industrieën, maar dat betekent ook op het moment dat het goed gaat, dat dat heel goed gaat met die regio. Dus het is vaak een moeilijkere start. Er is veel meer kapitaal van nodig dan bijvoorbeeld met software. Maar op het moment dat het succesvol is, dan kun je daar ook een positie claimen internationaal in de markt. En dat heeft de regio denk ik enorm sterk gedaan. Nou, daar gaan we dadelijk ook nog op terugkomen. Als we de andere gasten ook aan tafel hebben. Maar even terug naar jouzelf. Ineke die haalde het al aan dat je een fervent snowboarder bent geweest. Nog steeds. Nog steeds. Nog steeds. Is het zo dat jij ook als ondernemer een avontuurlijke ondernemer bent? En zo, dat denk ik wel. Weet je, zonder avonturen en zonder risico's nemen. No guts, no glory, zeggen ze bij Snickers. Maar dat is denk ik wel zo. En ik denk dat ik wel altijd op zoek ben geweest naar wat is het volgende ding dat impact heeft op wat de samenleving wil of wat ik zelf wil. En dat begon bij mij op heel vroege leeftijd met sporten. En daar ben ik altijd heel gepassioneerd over geweest. En ik denk dat topsport en ondernemen heel erg dicht bij elkaar ligt. Mm-hmm. Dat betekent, er heeft nog nooit iemand een gouden medaille gewonnen zonder dat er ook heel veel voor moet worden gelaten. En zonder dat je daar enorm gepassioneerd over bent. En dat is met ondernemen niet anders. Voor alles wat je doet en alle tijd die je daarin investeert, daar moet je ook andere dingen voor laten. Ja. En dat geldt eigenlijk. Of iets brengen. Of iets brengen. En dan moet er dus wel een enorme drive zijn. Of een bepaald avontuurlijk gevoel dat je moet hebben om dat daadwerkelijk te blijven doen. Als je die passie niet hebt, dan ga je niet slagen. Dat zeg ik ook altijd tegen startende ondernemers. Op het moment dat jij bezig bent met het ontwikkelen van een bepaald product of een service wat heel erg nauw aan jouw eigen hart ligt, dan is de kans van slagen enorm groot. Hè? Op het moment dat je niet jezelf verbonden voelt met een bepaald product of een team of een probleem in de markt wat je op wil lossen, dan wordt het heel lastig. Want er komen zoveel tegenslagen op het moment dat je onderneemt. Op het moment dat je die passie niet hebt, dan stop je bij de eerste of de tweede tegenslag. Stop je. En dan moet toch altijd, zeg ik, een soort van een draadje loszitten bij jezelf. Ja. Ja, als je onderneemt of sporter bent of alles wat je doet, als je ergens over gepassioneerd bent en je wilt dat bereiken, dan moet je bereid zijn daar offers voor te brengen. En soms een beetje met een plank van je hoofd en gewoon door blijven gaan. Ja, goed, een plank is mooi gezegd als je aan het snowboarden bent. Dus, maar het is wel zo dat als we het hebben over tegenslag en dat je offers brengt en dat je gewoon eigenlijk op een slappe koord balanceert, dan kunnen we straks mooi een brug slaan naar de volgende gast ook. Ja. Maar voor ik dat ga doen, ik heb met plezier jouw boek I'm Hungry gelezen. Gaat niet over eten? Nee, het gaat niet over eten, maar het gaat wel over hongerig zijn als ondernemer. Ja. Toch? Neem aan dat ook de knipoog is die jullie bedoeld hebben. Ja. Ik zal eventjes ook netjes in de camera het boek tonen. Het is geen sexy boek in de zin van dat het een romantisch boek is of dat je er even lekker in zit. Maar het is wel een heel leerzaam boek. Maar wat is de reden geweest voor jou en ook Ruud Hendricks, want met hem heb je samen dit boek geschreven, om dit boek te maken? Nou, wij helpen ieder jaar een kleine 150 startups uit de hele wereld. Van Eindhoven tot Singapore en van Sydney tot Silicon Valley om hun bedrijf succesvol te lanceren. En ik ben ooit begonnen met Startup Bootcamp in 2009, de voorbereidende werk, omdat ik eigenlijk alles wat ik had geleerd terug wilde geven aan een volgende generatie ondernemers. En de volgende generatie wil niet altijd zeggen dat dat hele jonge mensen zijn. Dat kunnen ook mensen van onze leeftijd zijn of zelfs nog ouder. Maar dat zijn er maar 130, 140, 150 per jaar die wij helpen. Het zijn best veel mensen. Mm-hmm. Gemiddeld een mannetje of 5, 6, soms 10 per bedrijf. Dus laten we zeggen 1000 man. Maar er zijn natuurlijk veel meer bedrijven of start-ups die ieder jaar starten. Dus wij dachten, die kunnen we niet allemaal bereiken via onze programma's. Hoe kunnen we dat wel doen? Dus laten we een boek schrijven. Wat heb je nu ook in Engels vertaald uiteindelijk? Nou, die vraag heb ik vandaag opnieuw gekregen vanuit de uitgever. En van mij nou ook. En van jou nu ook. Maar dat is, weet je, zo'n boek schrijven, dat is een soort bevalling.
En het is eigenlijk nooit af. We hadden het er net even over met de andere tafelgasten. Ik ben over het algemeen vrij kritisch. En zeker over de dingen die ik zelf doe. Dus iedere keer als ik dat boek lees, dan denk ik, ja, dat moet nog anders en dat moet nog beter. En daarnaast is het zo dat er een aantal hoofdstukken zich erg richten op de Nederlandse markt. Hè, of juridische thema's of fiscale thema's. Dus we moeten eigenlijk een aantal zaken gaan herschrijven. Ja, en dat kan. Een goede redacteur erop. Ja, ik doe dat toch het liefst zelf. En dan komt altijd wel een redacteur overheen die dan een soort correctieronde doet op wat we hebben geschreven. Je bent een controlefreak dus ook. Ja, nou, een beetje misschien wel. Ik wil dat. Als we dingen doen, moet het wel goed gebeuren. En de agenda zit op dit moment zo vol dat in ieder geval de komende kerstperiode gaat zich dat niet voor lenen om het in het Engels te laten vertalen. Niet halen, nee. Vooralsnog niet, maar ik zeg niet dat het er nog een keertje niet van gaat komen. Mijn advies is om het wel te doen. En ik zou Ineke willen vragen om de volgende gasten aan te kondigen, als dat kan. Ineke. Fuck de onzekerheid. Dat is een uitspraak die zij echt onderschrijft. En door het winnen van de titel Zakenvrouw van het jaar 2012 gaf ze daar een stevige boost aan voor zichzelf en voor veel andere ondernemers. Vallen, opstaan en weer doorgaan is de titel van het boek dat ze samen met onze Josette Dijkhuizen schreef in 2013. Uithuilen en doorgaan geeft ze mee aan ondernemers die het moeilijk hebben gehad. Sinds 2014 is zij mede-initiatiefnemster van MKB Doorstart voor MKB-ondernemingen en ZZP'ers met dreigende financiële problemen. Ze onderneemt zelf sinds 1994, is een veelgevraagd spreker, presentator, schrijver en gastdocent. Haar enthousiasme over het ondernemerschap, de financiële educatie van kinderen en de combinatie ondernemerschap en gezin zijn verfrissend en doortastend. Deze dame zit niet stil. Haar energie is tomeloos inspirerend. Verwelkom haar met een daverend applaus, Jacqueline Zuidweg. Dag Jacqueline. Goedenavond allemaal. Ga lekker zitten. Nou, ook voor jou natuurlijk de stellingen die ik voor je... Ja, kom maar op. Kom maar op. Dat is het gelijk. Ja. Nou, vooruit. Dan kun je hem gelijk krijgen ook. Vallen of opstaan? Opstaan natuurlijk, ja. Oké. Okay. Doorstart of start-up? Doorstart. Boekhouder of accountant? Beide niet. Toch antwoorden? Toch antwoorden, accountant. Oké. Okay. Ondernemer of ondernemend? Ondernemend. Visie of passie? Passie. Omzet of winst? Omzet. Verdedigen of aanvallen? Aanvallen. Je zegt net ondernemend, terwijl je bent de zakelijk vrouw van het jaar geweest in 2012. En ja, mij sta je op het netvlies dat je echt een onderneemster bent. Maar je zegt toch, ik ben ondernemend. Hoe zie je dat? Ja, omdat je kunt ook ondernemend zijn zonder ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Dus ik hou ook van ondernemende werknemers, ondernemende kinderen. Dus vandaar dat ik het graag wat breder trek. Maar goed, je hebt een flink bedrijf, hè? Zuidweg en Partners, dat vraagt... Ja, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Ik zeg ook, je onderneming is maar een middel om je doel te bereiken. En het maakt me niet uit of dat groot is of klein is. Dat is een middel. En dus de ondernemende houding vind ik wel het belangrijkste. Mm-hmm. Het is trouwens lekker warm hier inderdaad. Zeker toch? Eindelijk heb ik het lekker warm. Ja. Ja. Ja, je zei dat je het alleen maar koud had altijd. verdedigen of aanval? Je zei volop in de aanval. Dat is meestal een competentie die toe te wijzen is aan een mannelijke ondernemer. Misschien heb ik meer mannelijke hormonen. Is dat het mannelijke in jou? Zou kunnen. Nee, maar ik ben altijd wel van haal eruit wat erin zit. En verdedigen, dat vind ik een negatieve beweging. En aanvallen vind ik iets van positief. En ik bedoel dan wel op de sportieve manier aanvallen. Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ontdekken. Wat heb jij met tegenslag? Ja, alles. In die zin dat ik het belachelijk vind dat er in Nederland zo spastisch gedaan wordt op het moment dat het niet goed met je gaat als ondernemer. Je mag, dat was al op mijn eerste netwerkbijeenkomst. Ik ben in december 94 gestart. En een maand later was ik bij Kaanverkoop van Amsterdam, want ik ben gestart in Amsterdam. En toen zei de meneer van de Kamer, god mevrouwtje, wat doet u nu? En ik zei, nou, ik help ondernemers die financiële problemen hebben. En ik zei van, is daar niet de rol voor de Kamer weggelegd?
En zei mevrouwtje Zuidweg. Echt letterlijk. Ik was natuurlijk nog wat jonger, maar ik was, ik was ook lang toen al. En zei, we zijn hier alleen voor de succesvolle ondernemer. En toen dacht ik echt van, dream on, mijn tijd komt nog wel. Want ik uiteindelijk het hoort, hè, dat weten we allemaal, kwam net ook al ter sprake. Hè, ondernemen is learning by doing. Vallen opstaan, weer doorgaan. En je leert het meeste van de downside. Daar kun je vooruitgang in creëren. En niet als het allemaal maar zo gaat. Dan val je in slaap. Goeie maakt lui, heb ik ook al gezegd. Is jouw rol dan eigenlijk dat je echt een bedrijfsdokter bent? Als je kijkt naar bedrijven en organisaties die gewoon de weg kwijt zijn, geen overzicht meer hebben over hun financiële situatie. Kom je dan om zo kijken? Of collectief juist? Goed, bij MKB Doorstart is het wel zo. Hè, daar stellen we de diagnose, even de thermometer in. Joh, wat is er nou even aan de hand? Mm-hmm. Dan zit je echt nog in de fase voor intensief en voor bijzonder beheer. Mm-hmm. Met Zuidweg en Partners, dus zit ik echt helemaal aan de achterkant, waar de ondernemers met hun vingers aan het ravijn hangen, helaas. Dus je kunt beter aan die voorkant zijn. Alles, eigenlijk hetzelfde ook een beetje wat Patrick ook heeft. Alles wat je al geleerd hebt als ondernemer. Hoe mooi is dat als je dat kan delen? En ik vind ook met name het taboe op financieel falen bij ondernemers. Dat vind ik belachelijk. Dat is nergens voor nodig. In Nederland oordelen we ook van als het niet goed met je gaat. Dan zeggen we, dan ben je of een hele slechte ondernemer. Of je bent een oplichter. En er zit niks tussen. Terwijl dat is klinklare onzin. Dat weet elke ondernemer. Zelfs jouw Joop, is ook failliet gegaan. Ja. En die, moet je kijken, dat zijn toch ondernemers waar wij allemaal tegenop kijken. Van, wow, dat was echt een ondernemer. Hetzelfde. John de Mol ook. Hè? Of John de Mol en heel veel. Dus in Amerika ben je ook pas goed ondernemers twee keer failliet gegaan. Dat wil ik niet aanraden, zeker niet in Nederland. Maar met 20-jarige aansprakelijkheid verschulden. Dus dat is echt wel mijn ding. En mijn ding is vooral mensen helpen. En helpen met kennis en ervaring die ik heb. En daardoor leer ik ook weer. Maar is dat alleen maar cijfermatig of is dat ook het... Nee. De mens zelf. De ondernemer zelf vind ik heel, heel spannend. Leer ik ook weer van. Nee, ik ben echt wel van mensen helpen. Maar niet zo van, ach, wat ben je zielig. Nee, probeer de... Kijk, ze hebben allemaal die ondernemers hebben allemaal de kracht gehad om te starten. Dus die wil ik ook weer terugbrengen. Dus dat zeg ik ook wel, hè, want uiteindelijk geld is vaak het probleem of de uitdaging. Stel nu dat je morgen wakker wordt en je hebt helemaal geen schulden. Wat dan? Wat ga je dan doen? En dat is sowieso handig om jezelf ook die vraag regelmatig te stellen. Je hebt maar één leven, maak daar wat van. En als je dan zou wakker worden, je hebt helemaal geen schulden, wat zou je doen? En zou je doorgaan met je bedrijf? Zou je stoppen? En sommigen zeggen dan, kap er onmiddellijk mee. Want ik doe het eigenlijk alleen maar voor mijn moeder of zo. Wat zou jij doen? Je ook, Wat zou jij doen? Nou, die vraag stel ik me regelmatig. Ja, ik ga door. Ik zie zoveel mogelijkheden. Ik vind het nog steeds zo superleuk. En ook... Gewoon doorgaan dus eigenlijk. Ja, gewoon lekker doorgaan. Maar dan wel doorgaan met de innovatieve dingen waar ik nu mee bezig ben. Ja. Maar dat staat ook in je titel van jouw boek, hè? Want je hebt samen met Josette Dijkhuizen. Met jullie Josette, maar ze is nou ook mijn Josette. Of ze uit Eindhoven komt of niet, ze is gewoon een hele kundige vrouw. En samen hebben jullie het boek Vallen, Opstaan en Weer Doorgaan. Ja, en ik wil wel even zeggen, alle vrouwen zullen dat beamen. Het is niet te vergelijken met een bevalling, hoor. Een schrijf van het boek. Nee? Nee. Een mannelijke bevalling dan. You ain't seen nothing yet. Ja, dat zegt mijn vrouw ook al. Nee, je weet niet waar het over gaat. Maar ja. Je weet niet waar je het over hebt, inderdaad. Nee. Maar sommige ervaringen. Ja, het was superleuk om te doen. En gewoon bij toeval ontstaan. Ik zal het verhaal heel kort vertellen hoe dat is ontstaan. Ik was net zakenvrouw van dit jaar. En ik kreeg allemaal aanvragen voor interviews. Helemaal leuk. En ik dacht van, ik doe gewoon alles. Ik haal eruit wat erin zit uit dat jaar. Helemaal leuk. En ik had net een uitgever gesprek gehad. Mevrouw Zuidel, geweldig wat u doet. Ik heb zo'n 30.000 ondernemers bijgestaan de afgelopen 21 jaar. En al die verhalen. En daar moeten we echt dat taboe helpen doorbreken. U moet een boek gaan schrijven. Ik zei, hartstikke leuk. Maar ik kan lekker babbelen. Maar schrijven, kleine stukjes. En daar houdt het wel op. Ja. Dus zoek maar een ghostwriter. En dan kom je maar terug. En het interview daarna was met Josette. En die zei van, ik heb een boek geschreven. Heb onderzoek gedaan naar succesvolle ondernemers. Het ondernemersgen. En zei, ik wil nu ook de downside wil ik gaan onderzoeken. Dus dit interview is daarvoor bedoeld. Want dan ga ik een boek schrijven. Ik denk, een uur geleden was een uitgever die wilde een boek schrijven. Ik zeg, Josette, dan gaan we samen een boek schrijven.
Nee, zegt ze, nee, nee, je begrijpt me niet goed. Ik zie wel. Ik zeg, wij gaan samen een boek schrijven. Nee hoor, ze zegt, dat kan niet, want je kan niet met z'n tweeën een boek schrijven. Ik zeg, ja hoor, dat kan wel. Ik zeg, je hebt hele succesvolle schrijverduo's. Ik zeg, ze zegt, wie dan? Ik zeg, nou, Nicky French. Nee. Ik hoef alleen maar uit te maken wie de Nicky is en wie de French. En toen brak het ijs en barstte uit het lachen. Ze echt zo van, je bent knettergek, maar we gaan het we doen. Gaan het doen. En dat hebben we gedaan. Zo vanuit de kennismaking. En binnen een half jaar hadden we dit boekje geschreven. Nou, wat me wel opvalt is dat, ik zie het toevallig in mijn ogen, het is al door een zwaar katholieke uitgeverij uitgegeven. Hoe komt dat? Toeval, denk ik. Nou, ik ben ooit wel gedoopt. Ja, dus misschien... toch weer die bevalling en zo. Komt een keer terug, hè, in leven. Ja, ja, daar is wel bij gebleven. Nou, we gaan een volgende gast aankondigen als we het hebben over dopen. En want die gaat iedere week is er weer een nieuwe vestiging die geopend gaat worden. En ik zou eigenlijk graag willen vragen aan Ineke of je de derde gast wil aankondigen. Onze volgende gast begon zijn carrière in 1990 als marketingmanager bij Mays & Hope Bank. Hier werkte hij 4 jaar lang aan het opzetten van een nieuwe direct bank. Een van zijn uitspraken is: leven moet leuker worden en naar kantoor gaan moet weer sexy worden. En dit ziet hij dus als zijn persoonlijke missie. Eerst CEO van Regus en vervolgens de overstap naar Chalet Groep gemaakt. En nu, en dit is echt zijn eigen uitspraak, op zijn leeftijd een start-up te beginnen met exclusieve all-in flex werkplekken. De wereld veroveren met zijn nieuwste project Tribes is het plan. En ook in Eindhoven is Tribes inmiddels te vinden. Zijn Twitter-account geeft het volgende weer. CEO en founder Tribes, netwerker, goeroe, vastgoed, levensgenieter, katholiek, patriciër, drummer, zeilen, pure H2O, duurzaam, klaverjassen, strips, work hard, play hard. Laten we kennis met hem maken. Graag de handen op elkaar voor Eduard Schaapman. Mag ik jou bedanken voor die fantastische introductie. Hartstikke mooi, dankjewel. Zo doen we dat toch eigenlijk. Jacqueline, leuk je weer te zien. Ja, wederzijds. Patrick, gezellig. David, fijn, we gaan er even een feestje van maken. We gaan toch vonken, Eduard. Ik zag, en dat vond ik wel een beetje laf, dat iedereen zijn boek mee had meegenomen. Ja. Toen dacht ik, laat ik nou mijn laatste 6 boekjes die ik de laatste 6 maanden heb geschreven even meenemen. Okay. Dan gaan we daar eens over vertellen, want ik voel me nu misplaatst. Hè? Dat snap je. Nou, dat je het podium zou pakken, dat is wel duidelijk. Dat wist je. Ja. Maar dat is alleen maar goed, daar heb ik het liefste. 6 boekjes. Ja, deze is heel speciaal. Maar goed, daar gaan we daar wel over hebben. Heel graag, heel graag. Goedenavond, dames en heren. Mag ik eerst zeggen, want ik vind het zo fantastisch. Het is helemaal jouw podium. Ik ben Bossenaar, hè, dus sorry. Maar ik verbaas me elke keer als ik in Eindhoven kom. Het wordt toch elke keer weer een feestje. Als ik dan vanavond, denk ik echt, er komen 20 man. Er is helemaal niemand. Zijn ze daar te borrelen? Ik denk, die gaan naar een veel leukere show. Die hele zaal die stroomt vol. Ik vind dat je dat wel goed hebt gedaan. Dus complimenten. Ja, nou. Maar mooi is, de vrouwen die zitten hier gewoon gekapt. Mooi, mooi gekleed. Gedesigned. Ik vind het fantastisch. De kerels mogen wel even wat meer flamboyanter worden, mooiere pakken dragen. Ik was te zwart. Ja, je hebt wel je zwarte schoenen gewisseld voor witte, zie ik. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja. Je wil alweer wat beter. Goed. Ik nu, maak oh ja, nu aan jou, hè. Mag ik nou? Ja. Welkom, Eduard. Ik heb ook voor jou een aantal stellingen. Ik ben benieuwd hoe je die gaat brengen. De Maasai of de Maori? Maori. By far. Tent of kantoor? Tent. Absoluut. Commercieel of duurzaam? Commercieel. Absoluut. Duurzaam is een bebe woord. Een shuka of een maatpak? Maatpak. Of ondernemend? Ondernemer. 100%. Totaal niet eens met Jacqueline. Nee. Ja, ga daar eens op door. Want je bent... Ja, ondernemend. Dan moet je alle beslissingen nemen. Ik vind het verdomd moeilijk. Ik heb er hartstikke leuk gewerkt bij al die grote banken en bij al die grote bedrijven. Nou, daar kon je van alles en nog wat doen. En niemand merkte het. Heerlijk. Dus ja, goed. Je kon er goed verdienen. En ja, echt verantwoording. Ja, had je wel een beetje. Maar het is wel makkelijk. Maar nu, als ondernemer. Ja, ik doe het pas een paar maanden. Dus een maand of 8. Ja, daar ben je overal verantwoordelijk voor. Tot elk detail. Maar de buitenstaander zal zeggen van ja, je hebt makkelijk lullen. Je hebt het geld van Marcel Boekhoorn. Dus wie is hier nou de ondernemer? Ja, ik. Want? Nou ja, het idee is veel meer waard dan het geld.
Dat is ook weer wat ik niet met jou eens ben. Product, bullshit, gaat om het idee. Goed idee, wat je inderdaad goed kunt uitwerken. Het gaat om de executie, het gaat niet om het idee. Ja, maar dat is weer een idee hier in de zaal. Dat is weer structuur, regels, processen. Nee. Dat is weer die manier van denken. Ideeën genoeg, executie is het enige wat belangrijk is. Als er passie genoeg in zit in het idee, dan komt het wel. Dat zei je namelijk zelf ook, hè? Ik heb het onthouden. Maar ik heb ook weer geleerd van Josette Dijkhuizen, en misschien kun je dat beamen, dat passie is geen competentie. Nee. Klopt. Toch? Ja, goed, maar goed. Ik vind dat wel een competentie. Punt. Ik vind passie, hoor. Dat is zo mooi. Mensen met passie. Maar iedereen heeft passie. Ik bedoel, ik hoor ze nu pas lachen. Dus lul niet. Passie. Passie, daar draait het om. Hey, maar je zei een shuka en shuka of maatpak, toen zei je meteen maatpak. Nou, het is, ja, ligt natuurlijk dik bovenop dat je maatpak zou zeggen. Maar ik had het opgezocht. Een shuka zijn geruite doeken van de Maasai. En ik had eerlijk gezegd... Maar daar zit geen vest bij. Ah. Dus dat zijn lappen die niet op maat zijn. Het zijn geen maatlappen, het zijn gewoon grote lappen. En dit is op maat, op dat slanke lijf van mij, gemaakt. En daar ben ik heel blij mee. Ik ben heel blij dat je dus telers hebt die dan nog kunnen. Maatwerk, supermooi, vol met passie. Sorry, ik zal het niet te vaak noemen. Goed, passie, boekjes. Je hebt een paar dingetjes meegenomen, de papoesiealbums meegenomen. Wat is dat? Hoe ben ik eigenlijk op dat rare idee van stammen gekomen? Dat was omdat ik eigenlijk ben ik eerst gaan zoeken naar... Ja, wie ben ik echt eigenlijk zelf? Daar kwam jij net mee. Wat wil ik eigenlijk? Dus ik dacht, wat heeft mijn familie überhaupt gedaan? Hè? Hoe zit die familie van mij in elkaar? Wij zijn patriciërs, zoals inderdaad in Twitter-account staat. Dat zijn ongeveer 1000 families in Nederland die eigenlijk Nederland ondernemend hebben gemaakt. Oei. En wat dit boek beschrijft, dat zijn eigenlijk al mijn voorouders. En ik ben teruggegaan tot 16 zoveel. En uiteindelijk komen we uit nu, bij de familie over de hele wereld, dat we eigenlijk weer doen wat we vroeger deden. We zijn herder. In Nieuw-Zeeland en in Australië, daarom de Maori, hebben we totaal 200.000 schapen lopen. En ik heb gisteren voor een ander programma een opname gemaakt, waar ik dus met de schapenkudde kom aanlopen bij Marienweert, 30 december op televisie. U kent dat programma wel, ook een man die leuke pretels aan heeft. Nou, ik kom gewoon met een kudde aanlopen en ik kan het nog steeds. En dus als jij mij dadelijk de vraag stelt, als je opnieuw moet beginnen, wat ga je dan doen? Word gewoon herder. Wordt bij mijn familie wel heel spannend, want ik heb ook aan beide kanten, ik heb een Zeeuwse familie en een Brabantse familie. Die Zeeuwse familie, Zuidweg, uit Zuiderweg met de hugenoten, dat waren uiteindelijk zeepiraten, dus pas maar op. En aan de andere kant waren de Hultermans en de Hopmans en dat waren uiteindelijk zigeuners. Dus ik ben een kruising tussen zigeuners. Ja, dus dat tribes, dat zal me misschien gaan aanspreken, want ik ken het nog niet, zeg ik eerlijk, maar ik ben een soort kruising tussen een zeerover en een zigeuner. Dus dat zijn dan mijn roots. Dus ja, dan ga ik maar zo over nadenken wat ik dan nog daarmee kan doen. Dat is net zoals de Sami, hè? De Sami heb je dus de water-Sami, dat zijn dus inderdaad de zeepiraten, maar je hebt ook de berg-Sami en dat zijn dan meer de zigeuners-Sami die in het land trekken. Daar hebben we dus een boekje over geschreven. Hey, maar Edward, ik wil straks wel lenen van je. Edward, voordat we afdwalen, want er zijn heel veel mensen hier in de zaal die hebben geen flauw idee wat je doet. Dus, nee, dat moet een mysterie blijven. Dan gaan ze allemaal kijken op www.tribes.nl, dan vinden ze alle informatie. Dat is veel leuker. Het gaat uiteindelijk om kantoorplekken die je verhuurd. Maar wat is nou eigenlijk de toekomst van het kantoor? Want in feite is het concept kantoor is een beetje achterhaald. Klopt. 50 jaar geleden waren de kantoren maar geen computers. Wat gaan we doen daaraan en wat is Tribes? Wat het zo anders maakt? 50 jaar geleden waren er geen kantoren, of wel kantoren, maar geen computers. En over 50 jaar zijn die computers er nog steeds, maar die kantoren al lang niet meer. Het worden ontmoetingsplekken. Niemand heeft op dit moment zin om naar kantoor te gaan, omdat het niet inspirerend genoeg is. Of de nieuwe ingerichte kantoren die wat meer naar die ontmoetingsplekken gaan. Wat je ziet is dat mensen elkaar meer willen ontmoeten. Heritage. We willen elkaar zien, ruiken, horen. We willen met elkaar verbonden zijn. Zeker in de laatste 7 jaar, crisis, maar ook alle ellende in de wereld, zie je dat mensen behoefte hebben om elkaar weer fysiek te ontmoeten. De bruine kroegen draaien als een tierenlier. We kunnen weer bij elkaar komen. En dat is iets wat we lange tijd niet hebben gedaan. Dat is ook wat wij leren van al die stammen. Die mensen die komen nog steeds bij elkaar. Die hebben geen sociale media nodig om met elkaar te communiceren. Die doen dat met elkaar. Die kijken elkaars poppetjes van hun ogen. Die lachen, die hebben humor, die hebben plezier. En die delen heel veel lief en leed met elkaar. En dat is wat wij niet meer doen. Kantoren inspireren ook niet. En wil je meer als ondernemer halen uit je mensen, moet je zorgen dat ze op inspirerende plekken komen. Waar mensen zich verbazen. Iedereen roept altijd in het vastgoed, locatie, locatie, locatie. Dan zeg ik, dat is bullshit. Want de Eftelingen Kaatsheuvel, die ligt in no man's land. En daar gaat iedereen naartoe. Dus het gaat uiteindelijk ver gezocht. Maar
om een heel goed concept wat je ergens neer kunt zetten, waarbij mensen zeggen van, ja, maar dat wil ik zien. Ik wil kijken wat daar gebeurt en ik laat me inspireren. Hoe zit dat bij jou, Patrick? Jij maakt iedere dag maak je contact met heel veel start-ups. Ofwel fysiek of via Skype-verbindingen door de hele wereld. De plekken waar zij zich vestigen, zijn dat inspirerende plekken ook of niet? Nou, kijk, wat je ziet is dat... Is dat een thema ook voor jullie? Jazeker. Want ik geloof dat op het moment dat je bereid bent om te delen, hè, dat daar mooie dingen vandaan komen. Dus op het moment dat ik een idee heb en ik deel dat met niemand, dan gebeurt er niks. Op het moment dat ik het met jou moet deel, met Jacqueline, met Eduard deel, dan gebeuren er dingen. Wat je hebt gezien de laatste 20 jaar, met name door de komst van het internet, is dat het internet heeft ondernemerschap geliberaliseerd. Dat betekent dat iedereen op dit moment een onderneming kan beginnen. En ik denk dat jij daar vanuit Tribes op meelift. Want al die jongen, en ook mensen van onze leeftijd die gaan ondernemen, die zoeken niet meer een plek waar ze niet geïnspireerd worden. Nee, die zoeken juist een plek waar ook andere mensen zitten, waar ze door geïnspireerd worden of waar ze iets van kunnen leren. Dus je ziet dat er opeens een hele andere cultuur ontstaat in het bedrijfsleven, waarbij mensen elkaar inderdaad opzoeken. Dat was 15 jaar geleden niet of nauwelijks het geval. Dat is een beetje hetzelfde als toen ik besloot om te gaan ondernemen. En ik kwam van de universiteit en op het moment dat je toen bij een grote bank ging werken, dan was je wel het mannetje, zou ik maar zeggen. Op het moment dat je ging ondernemen, dan was je toch een beetje een loser, want dan had je geen baan bij een groot bedrijf. Nou, dat is nu tegenovergesteld. Als je nu bij een bank gaat werken, is niet echt een goed verhaal als je naar een feestje gaat. Toch? Nee, dat is of bij een verzekeringsmaatschappij of whatever. Nee. Dus je ziet dat steeds meer jongeren die beginnen met ondernemen. En dat spreekt, dat inspireert. Maar ga je dan ook in op de ruimtes die ze hebben? Want wat ik bij Tribes heb gezien is dat het ook echt een beleving is. Als je daar binnenkomt, dan voel je ook daadwerkelijk. Ja, nou, je ziet steeds meer dat concept. Co-working spaces, dat betekent dat daar gezamenlijk gewerkt wordt in een open ruimte met elkaar. Dat er niet allemaal in die concubines wordt gewerkt zoals je dat in Amerika zag. Of in de oude wereld waar iedereen zijn eigen hokje zat. Nee, juist iedereen zit met elkaar aan een grote tafel of in een grote open ruimte. En op het moment dat je even een stukje privacy nodig hebt, dan ga je even, dan zonder je even af. Maar het is met name elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. En dat is wel echt echt iets anders dan wat je 10, 15 jaar geleden zag. Ik denk dat het voor een groot deel is gebaseerd ook, zeker als je naar internettechnologie kijkt, dat is voor een groot deel gebaseerd op open software. He, waar meerdere mensen met elkaar, open source software, waar mensen met elkaar aan werken. Dat betekent dat ze niet het bij zich houden, maar dat ze delen met elkaar. Nou, dat is dit ook voor een die hele methodologie is daarop gebaseerd. Dat mensen bereid zijn dus dingen met elkaar te doen. Tijden veranderen dus heel erg. Ik zie dat iedere dag. Maar zou het zo dat met jou ook zo zijn? Dat mensen die gewoon in zwaar weer zitten, dat ze dat meer moeten gaan delen, in plaats van dat ze gewoon in feite gewoon in zichzelf gekeerd... Uiteraard. Maar hoe zou je dat kunnen doen? Want mensen vinden het geen rol om dat te doen. Ja, door erover te praten, zoals hier, en boekjes te schrijven en een stukje bewustwording, dat het onderdeel is van het ondernemerschap tegenslag. We hebben een ondernemer die waar het lampje voor het eerst van knippert bij de bank of de belastingdienst. Dan zegt die dan willen ze daar mee communiceren. En dan zegt die ondernemer, nee, er is helemaal niks aan de hand. En als er al iets aan de hand is, dan ga ik het zeker niet met jou delen. Hè, want morgen gaat immers die opdracht door. Ja, en pas als hij weer een stadium verder is, ja, de intensief beheer, bijzonder beheer, ontvangen van de belastingdienst. Ja, serieuze signalen, er is wat aan de hand. Denk je, die ondernemer gaat nu wel in actie komen. Nee, die vindt zichzelf de grootste loser op aarde en duikt onder de tafel weg als een struisvogel. En hij komt pas in actie op het moment dat de hele wereld al afscheid heeft genomen. Maar komt dat zodat hij bij deurwaarders en in kassenbureaus liggen. Waar is die taboe van afkomstig? Ja, dat zit ook wel een beetje in onze aard. Maar je ziet het wel in heel Europa en Amerika dus helemaal niet. Maar je praat daar niet over. Het systeem is er ook niet op ingericht. We missen ook het ondernemerschap in het onderwijs. Ik ben bestuurslid van Stichting Jong Ondernemen, omdat wij willen dat elk kind in schoolcarrière 1 keer in aanraking komt met ondernemerschap. En daar wordt niet over gesproken. En dat is allemaal start-ups. Hè. We moeten allemaal starten, we moeten innoveren. Scale-up is het nu. Mm. Maar op het moment dat het niet goed gaat, daar is niks voor. En ik vraag dus echt ook aandacht voor alle ondernemers. Ja, die al wel, die de crisis ook doorheen zijn gekomen. Waanzinnig ingeteerd op eigen vermogen. En die nu weer willen groeien. Die hebben, ze hebben allemaal werkkapitaal nodig, groeikapitaal. En ja, wellicht ook nog wat coaching op marketing of sales of wat dan ook. Maar waarom helpen we die ondernemers maar niet? Maar doe je dat in de vorm van de MKB Doorstart ook? Want kun je daar iets over vertellen? Want veel mensen in de zaal weten niet precies wat het is. Nee, het lijkt op faillissementsituatie, maar is het niet. Het is eigenlijk meer MKB Doorgaan. Dat is een onafhankelijke stichting. En wat zijn wij, zeg maar, linking pin tussen de vragen achter de vraag bij de ondernemer en het enorme aanbod in Nederland wat we hebben. Want we hebben onwijs veel en je ziet ook de verschuiving natuurlijk van de traditionele bankfinanciering naar alternatieve financiering.
Maar weet maar eens te vinden wat er bij jou hoort. Dus wij gaan, de vraag is er al, maar wij maken die latente vraag openbaar door samen te werken met Belastingdienst, met banken. Mensen kunnen zich ook zelf melden en vervolgens heel snel kunnen wij analyseren wat er aan de hand is. Dus voor de ondernemer nu nog gratis. We zijn nu ook met gemeente Eindhoven bezig, dus luister goed gemeente. En dan brengen we ze in contact met al datgene wat ze nodig hebben. Dus alle vormen van financiering. En we zijn in Flevoland begonnen. We gaan in januari van start in Zeeland, mijn geboortegrond. En we hopen in 2016 voor heel Nederland beschikbaar te kunnen zijn. En we hebben al zo'n 435 bedrijven op dit moment bijgestaan, ondernemers. En iets van 1500 arbeidsplaatsen weten behouden en ook alweer nieuwe kunnen creëren. Alleen maar door even aandacht te geven aan die ondernemer. Joh, wat is er nu aan de hand? Is het iets, Eduard, ook om zo'n onderwerp bij jullie en bij Tribes ook onder de aandacht te brengen? Want je vertelde ons vanavond bij het eten dat er eigenlijk wekelijks door samenwerking van al die ondernemers, die 60, 70 bedrijven zitten er in Eindhoven al, bij de Maasai. Ja. Die hebben steeds meer contact met elkaar omdat alles heel open en transparant is. Zijn dit dan ook workshops of thema's die daar besproken worden? Dat is nog veel te ver weg. Basis beginnen. De basis die wij allemaal verleerd hebben. Als wij tegenwoordig op kantoor komen, 's ochtends, dan knallen we die computer open. We zien toevallig iemand. We roepen hoi, we kijken niet eens iemand aan. Ik ben niet voor niks begonnen met groeten. Wij groeten niet meer. Wij zeggen niet dag, hallo, hoe is het met jou? We hebben geen aandacht voor elkaar. We gaan in één keer aan dat werk, duiken die computer in, want op social media is het toch veel leuker contact leggen dan met de mensen in de buurt. Dus als we nou gewoon eerst weer eens beginnen met groeten, elkaar dag zeggen, aankijken en gesprekken hebben, dan kom je al veel verder. Kun je allemaal lezen op mijn blogs, op mijn LinkedIn profiel. Ik heb weer 12 nieuwe begroetingen uitgeschreven op dat LinkedIn profiel. En dan zie je hoe die mensen dat doen, de Inuits. En dan de Maori. Maori, die doen dus echt, doe ik even met Jacqueline, doen ze het zo. Hoofden tegen elkaar en neuzen tegen elkaar. Wat betekent dat? Hoofden gaan we tegen morgen elkaar. Proberen. Ja. Wat betekent het? Nee, maar er zit een essentie in. Je kunt het ontlakken. Wat betekent het? Hoofden tegen elkaar. Ik deel mijn herinneringen met jou. Ik geef jou mijn lucht als je het nodig hebt. Dat is dat neuzen. Doen de Inuits ook. Dus als je toch meer antropologie en de historie ingaat, terwijl altijd maar weer vooruitkijken. Het kan nog beter, nog meer welvaart. Maar laten we nou eens leren van het verleden. En laten we eens kijken wat de mooie dingen toen daar waren. Daarna gaan we wel nadenken waar we het geld vandaan halen. Die hebben we namelijk helemaal niet nodig. Want met elkaar hebben we al zoveel. Het is heel bazaal gezegd. Maar jij wil vonken, begreep ik. Vonkt. Dus ik douw er af en toe een stelling in. Zodat het wat meer vonkt aan tafel. Doe je goed. Ik hoor niks. Nou, vonken hoor je niet. Dat voel je. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke start-ups, Patrick? Ja, dat is een goede vraag. Daar gaan we verandering in brengen. omdat ik dat vraag? Of omdat Nee. Wij zijn op dit moment bezig in San Francisco met een Female Founders programma. Dus dat support vrouwelijk ondernemerschap. Mijn theorie is, maar correct me if I'm wrong. Er is hier een dame aan tafel die daar vast ook een mening over heeft. Mijn filosofie is dat vrouwen eigenlijk een stukje slimmer zijn dan mannen. Dat zal het misschien mee eens zijn. Maar ook met name omdat vrouwen vaak vooruitdenken. Als ik gewoon kijk in mijn directe omgeving, dan zie je toch vaak dat vrouwen allerlei goede redenen hebben om iets niet te doen. Omdat ze vooruitdenken wat er dan allemaal mis kan gaan. Dus ze zijn iets meer risico-averse dan dat mannen zijn. Mannen zijn over het algemeen kijken niet veel langer, veel verder dan hun neus lang is. Dus die denken, ik zie daar een goed idee en ik ga ermee aan de slag. Jij bent daar een uitzondering op en heel veel sterke ondernemende vrouwen zijn er een uitzondering op. Maar je ziet toch dat in totaal, als ik kijk naar onze aanmeldingen, wij krijgen 15.000 aanmeldingen van start-ups wereldwijd, ieder jaar. En daar zit zo tussen de 8% en 10% daarvan zijn female founders, vrouwelijke ondernemers. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, want je ziet dat juist de bedrijven die worden gestart door mannen en vrouwen samen, dat die uiteindelijk substantieel succesvoller zijn dan dat het alleen maar mannen zijn. En toch zijn er zo weinig. Ja, en ik denk nogmaals dat voor een gedeelte bepaald is door de manier van denken. En nogmaals, mannen denken niet heel. Als ik goed had nagedacht over al die dingen die ik heb gedaan, zou ik van tevoren over na hebben gedacht wat allemaal ook mis zou kunnen gaan, dan ga ik het niet doen. Maar 95% van de start-ups die bij jullie komen pitchen of zich aandienen, die zien het levenslicht niet.
toch? Die zien het levenslicht niet. Nou, dat wil zeggen dat jij niet succesvol straks. Er zijn er maar een paar die echt over. Nou ja, wij selecteren er van die 15.150 per jaar, dus dat is 1%. Hè? En daarvan is de succesratio na 5 jaar is 85%. Normaal gesproken, iedere 10 bedrijven die je lanceert, redt het er 1. Maar ons is dat tegenovergesteld. Die andere 14.000? Ja. Die andere 14.000 hebben ook goede ideeën gehad? Of meer ja, maar nogmaals, het gaat niet om het idee. Het gaat uiteindelijk om de executie en het gaat alleen maar om de mensen. He, ik denk dat ik iedere dag 10 goede ideeën heb. En als ik ga kijken in de markt of er behoefte is aan die ideeën, dan blijkt dat meestal niet het geval te zijn. Dan blijkt dat de ideeën helemaal niet zo fantastisch zijn als ik zelf denk. Ten tweede gaat het nogmaals om de executie en dan gaat het om de complementariteit van ieder team. He, dus wij met z'n vier hier zouden misschien een fantastisch start-up team zijn. He, jij bent goed in de technologie, ik kan een redelijk verhaal vertellen. Jij bent goed in de menselijke kant en jij bent goed in de kloon spelen. Met all due respect. Nee, maar, dus het gaat om de complementariteit van het team en is dat team in staat om uiteindelijk alle verschillende fases waar een bedrijf doorheen gaat te overleven. Ook of om een stapje terug te doen op het moment dat ze denken van luister eens, het is nu beter als iemand anders het van mij overneemt. Hmm. Nou, daarvan zie je toch dat, vind ik, veel te weinig vrouwen die eerste stap zetten. En daar zouden meer role models moeten er komen. Hè? Zoals Jacqueline, die daar het voorbeeld in geeft. Een van mijn bevriende collega's in de techwereld is Janneke Niessen. Die heeft nu een boek geschreven voor meisjes van tussen de 8 en de 15 jaar om te gaan ondernemen. Nou, dat boek is op dit moment een bestseller. Dus dat inspireert heel veel jonge meisjes om hun eerste appjes te gaan ontwikkelen. En het begint uiteindelijk begint het op te scholen, denk ik. Nou, wat jij ook net aangaf, op het moment dat je daar al kinderen de keuze geeft en laat zelf een beetje laat ondernemen met projectjes en dingetjes al laat doen. Ik geef ieder jaar ook zelf les op scholen vanaf 5-jarige leeftijd. Nou, dat is super inspirerend. Mm-hmm. Maar je ziet dan daar toch dat de jongetjes iets minder risico-avers zijn en wat directer zijn. En wat vrouwen zijn toch degelijker, of niet? Ze zijn te voorzichtig. Ze durven niet te groeien. Ja. Inderdaad, denken te veel, ja, wat als dit en als dat. En op het moment dat er kinderen zijn, dan gaan ze niet onderhandelen met hun man van nou, ga jij misschien, zullen we samen al twee iets minder werken, of in ieder geval de zorgtaken verdelen, of goede nanny nemen, of wat dan. Wij vrouwen, zal ik dat maar even zeggen, zijn heel gevoelig voor wat de buitenwereld ook vindt. Want de meest gestelde vraag. Ik ben al sinds 94 ondernemer. Ik heb 2 dochters, eentje van 10 en eentje van bijna 14. En die bracht ik altijd naar school. Dat vind ik belangrijk, hè, samen te ontbijten en dan breng ik ze naar school. En natuurlijk, een enkele keer lukt dat daar niet, omdat je iets hebt. Maar toen werd ik zakenvrouw van het jaar. Dus dan word je ineens zichtbaar. En dan zien die moeders ineens van, oh, je bent niet een moeder zoals wij. Oh nee, je bent zakenvrouw. En dan krijg je ineens de vraag van, breng jij je kinderen zelf naar school? Ik zeg, ja, hoezo niet dan? En heb je daar dan tijd voor en zo? En vervolgens werd de vraag gesteld, hoe doe jij dat nou? En in het begin dacht ik van, jeetje, weer die vraag. Maar toen dacht ik van, nou ja, als zoveel vrouwen die vraag aan mij stellen, zijn ze dus kennelijk benieuwd naar het antwoord. Want het kan. Het is natuurlijk allemaal keuzes maken en doen. En ja, elke zondagavond, dan zit ik echt met mijn man van, kom op nou met je agenda, want hij is altijd te laat. Want ik wil de week vooruit wil ik plannen. Want dat hebben wij vrouwen wel heel erg, van de planning en controle. Ja. Ja, maar ga dan tot een week, zeg maar, privé. Ja. En dan gaan we onderhandelen. Ik ga niet meer dan 2 avonden in de week weg, in principe. En als dat net ook zijn avond is en we hebben geen oppas of wat dan ook. Ja, dan gaan we onderhandelen wie de weg mag. Onderhandelen thuis. Okay. Ja, nou. Maar dan geeft het wel rust. Weet je, je basis is thuis. Daar moet het goed werken. En dan kan je excelleren. Maar hij wil graag, ik heb superman wat dat betreft, hè, dat ik in mijn kracht blijf. En hij weet dat dit mijn passie is, het ondernemen. Ondernemer zijn, whatever. Maar hij is ook ondernemer, dus is dan ook wel wat flexibeler in zijn tijd. Maar ja, wij geven dit ook weer door aan onze kinderen. Dus absoluut, wat dat betreft, hè, want mijn kinderen werden dus ook heel vaak bevraagd van, jouw moeder is zeker meestal niet thuis. Maar gewoon naar de mond praten. Dat idee. Zeg maar, ja, mijn moeder is morgens altijd, die maakt ontbijt. En die is af en toe wel wat gestrest. Maar ja, dat hebben we allemaal. De juf op school of de meester ook. Dus, Want hoe zit het in de directie van Tribe? Zitten daar vrouwen? Nou, er zitten maar in de directie. Er zijn gewoon een paar chiefs en een paar Indians en warriors. Maar ik ga dit toch weer even ontkrachten. Ik vind het generaliserend op ten top vrouw-man. Is namelijk iets anders. Het boek Myers-Briggs, Brain Sex. Twee, een moeder en een schoondochter. Twee psychologen. Die hebben aangetoond, Instituut voor Management Development naar Harvard. Je hebt verpakkingen, mannetje, vrouwtje. Want ik heb namelijk hetzelfde karakter als Jacqueline. Ik moet alles van tevoren plannen. In mij kopt
Ik wil niet zeggen dat ik een andere aardheid heb, maar in mijn kop zit een vrouwelijke hersenpan. In haar hoofd zit een iets meer mannelijke hersenpan. En dat heeft niks met seksuele geaardheid te hebben. Dat boek Brainsack is waanzinnig interessant. Want wat er hier gebeurt, is wat we continu doen in de westerse wereld. We generaliseren. Toerak, stam, Afghanistan. Ik zal even een heel simpel voorbeeld geven. Daar hebben de vrouwen het voor te zeggen. Die lopen daar niet gesluierd. En ze hebben 4 mannen die gesluierd lopen. En dat kun je overal zien. Dus we maken overal een bepaalde generalisme van. Ja, vrouwen niet dit, dat, zo zijn. In dat kadertje zijn we gegoten. Ik heb vanmorgen mijn kinderen naar school gebracht. Vind ik heerlijk. Niemand vraagt aan mij, wat doe jij hier? Ik vind het gewoon leuk. Ze kennen mij, dat ik mijn kinderen naar school breng. Ik bedoel, dus ik vind dat. Dat man-vrouw gebeuren, dat altijd dat generaliseren. Joh, laat iedereen doen wat hij zin in heeft. En dat is allemaal prima. En er zijn heel veel vrouwen, mijn vrouw, die zegt werken. Ik wil gewoon vol voor mijn kinderen te zijn. En wat doen we? Met z'n tweeën zijn we met die zaak bezig. Want mijn vrouw staat me ontzettend bij en helpt mij ook. Als ik hele moeilijke beslissingen moet maken en moet praten met die man die je net noemde. Dan zeg ik, hoe moet ik hen nou paaien? Nou, dan weet zij beter te vertellen dan hoe ik dat moet doen. Dus je bent een team. Je smeet dat en dat vind ik het leuke. Dus ik hou meer van werken met team, want je kunt zelf heel veel dingen niet. Jij vindt me een clown, dat doe ik bewust. Want vroeger waren alle stammen extrovert. Durfden we allemaal heel erg geschminkt te zijn, rare kleren aan te doen. Dat doen we in Brabant nog helaas nog maar 5 dagen in het jaar. Dat zou ook elke dag moeten gebeuren. Dan vallen we nog op. In Amsterdam doen we dat al helemaal niet meer. Dan schieten ze gewoon af. Dan zeggen ze, je bent helemaal raar man. Waar kun je nou met zo'n raar pak uitlopen? Ik vind het een mooi pak. Ik sta ervoor. Jij kan me clown noemen, maar ik vind het mooi. En ik voel me er helemaal happy the peppy in. Om maar de woorden van Adriaan en Bassie te gebruiken. Nou, daar gaan we ook zo richting afronding. Want ik wil jou, dan wil ik toch wel iets vragen. Want je bent CEO van Regis geweest. Chief. Oh, toen. Toen toch? Toen. Ja. Ah, CEO. Nee, ik wil je even een vraag stellen. Dat is een heel dik woord. Waarom hebben we jou toen niet gezien als zodanig zoals nu? Want je wordt nou veel meer geladen als laten we het zeggen, een merk. I'm so glad that people who said no to me said no. Therefore I became what I am now. Omdat die mensen zeiden, je mag dit niet, dacht ik van ja, dan moet ik het zelf gaan doen. Maar dan heb je het wel toegelaten al die tijd. Ja, natuurlijk. Ik ben katholiek in het zuiden, opgevoed als Patricia. Sssst, niet doen hè. Nee. Dus dan moet je bovenuit komen. Zullen de buren wel niet denken? Wat zullen de buren wel niet denken? Ik herken dat wel. En naar de kerk. Dat vond ik ook best wel leuk. Ja. Je had toch gewoon een soort theatraal gebeuren. Zeker in Maastricht, waar mijn ouders nog een tijdje hebben gelopen. Fantastische basiliek, mooi die wier ook. Het was ook een soort drugs. Maar dan anders. Snuiven, dat snoof je op. Dus er zitten fantastische mooie elementen in elk geloof, in elke samenleving, in elk mens. En stop met dat generaliseren. Zie iets positiefs in mensen. Dat is zo belangrijk. En laten we niet discussies voeren die toch alleen maar tot negativiteit leiden. Maar laten we kijken hoe kunnen we iets positiefs oppakken. Met veel ideeën die misschien niet tot een product leiden. Maar we praten er wel over en we zijn ermee bezig. En dat allemaal vol passie. Wat geen competentie is, maar toch. I love it. And you love me or you hate me. No problem at all. Sluiten we mee af. Dankjewel Eduard, Jacqueline en Patrick voor deze bijlage. Applaus. Ja. En hier gaan wij weer verder met het pitchpodium. Dus we gaan naar 3 pitchers kijken. En ik stel voor dat we het gaan verplaatsen naar de zaal. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie komst. Goedenavond, mijn naam is Niels Kannegieter en met mijn bedrijf Think Ahead organiseer ik grote en mooiste sportevenementen van Nederland. Maar wat maakt een evenement nou eigenlijk heel erg goed? Laat ik u meenemen in mijn wereld. En in 2014 waren wij mede verantwoordelijk voor het WK BMX. Een evenement dat voor 150 topsporters een fantastische ervaring was. Maar we gingen een stapje verder. We hebben samen met de gemeente een permanent BMX-baantje aangelegd. We hebben met de kennis en kunde van het WK 2 verenigingen opgestart. En we hebben langs 80 scholen in Rotterdam en omgeving zijn we langs geweest om kinderen te leren BMX'en. En niet alleen BMX'en, in sommige gevallen zelfs fietsen. En dat is waar het voor ons om draaide. Wij willen nalatenschap creëren met de evenementen die wij organiseren. En dat is ook waar wij als bureau voor staan. Wij willen perfect organiseren, maar met oog voor de periode die daarna komt. En zeg nou zelf, dat geldt niet alleen voor mijn WK, maar ook voor uw klantevenementen. Het gaat niet om het evenement zelf, maar vooral wat u daarna aan overhoudt. En dat is de reden waarom we onze eigen blauwdruk hebben geschreven voor het organiseren van evenementen.
een blauwdruk die voor kleine en grote evenementen van toepassing is. Geschreven in begrijpelijke taal. En inmiddels zijn er beroepsopleidingen die heel graag via deze methode de generatie van morgen willen doseren. Maar ik heb een probleem. Ik heb namelijk uw hulp nodig om deze methode in een boek verder uit te werken. Ik heb een uitgever nodig, een ghostwriter, een vormgever. Om uiteindelijk te zorgen dat we dit naar de markt brengen en de volgende generatie gaan inspireren met die methode. Natuurlijk kom ik u dan ook helpen en een keer een masterclass verzorgen om uw bedrijfsevenement een keer beter te maken. U krijgt natuurlijk ook het boek, maar eigenlijk hoop ik erop dat u vanavond zegt, wij gaan samen zorgen voor meer impactvolle evenementen die zorg dragen voor nalatenschap. En dan neem ik mijn verantwoordelijkheid om de volgende generatie verder te inspireren. Helpt u mij? Hele goede avond, dames en heren. Ik ben Dirk de Jong en het is mijn passie om mensen en ondernemers kracht te geven. Ik heb daar een nieuwe manier voor gevonden en dat is de app Fundrunner. Ik ben vrijwilliger bij Topsport for Life en ik ben daar vrijwilligerswerk gaan doen omdat mijn moeder is overleden aan een hersentumor. Mijn moeder had er altijd een hekel aan om haar handje op te houden en te vragen om hulp of om geld. En helaas is dat wel wat veel goede doelen doen. Er is nu een nieuwe manier, de app Fundrunner. En dat is een nieuwe manier voor goede doelen om geld op te halen. Hoe werkt het? Mensen kunnen activiteiten ondernemen buiten. Bijvoorbeeld fietsen, wandelen of wandelen met de hond. Daarmee kunnen ze geld ophalen dankzij sponsoren. Ze posten een berichtje met hun resultaat, de euro's die ze hebben verdiend, de kilometers die ze hebben gelopen en de sponsor, dankzij wie dat ze dat geld hebben verdiend, posten ze op social media. En eventjes denken, de ondernemer heeft hier dus veel voordelen bij. Het is niet zomaar het doneren van geld aan een goed doel. Nee, hij krijgt exposure op social media, hij brengt mensen in beweging en hij kan besparen op zijn eigen marketingbudget. Mijn vraag aan jullie is of jullie willen meedoen. Meedoen kan vanaf €500. Als jullie meedoen, is deze beker voor jullie. Jullie kunnen hier je visitekaartje in doen. Kom naar ons toe, naar de presentaties. En ga samen met ons kilometers maken. Fundrunner is namelijk de sportieve app met alleen maar winnaars. Dankjewel. Dirk de Jong. Goedenavond allemaal. Ik ben Peggy van de Vijfwijken. Hoe vindt u mijn haar? Zit het mooi? Ja. Ik sta hier met een paar mooie pumps. Deze waren ooit van een vrouw die zich vrouwelijk voelde, maar ongevraagd ziek werd. Zij betaalde haar zorgpremie, kreeg chemo, werd kaal en had helaas de financiële middelen niet voor een pruik, een goede pruik. Dus deze pumps waren voor haar niks meer. Bestond er op dat moment maar zo'n stichting als Vibe. Vibe is ontstaan door mijn boosheid, mijn verdriet en die heb ik omgezet in actie. Vibe staat ervoor om pruiken die gebruikt zijn in te zamelen, te reinigen, te modelleren en gratis weg te geven aan vrouwen uit dit voorbeeld. Het mes snijdt ook aan de andere kant. Nabestaanden of mensen die ziek zijn geweest, hebben een pruik liggen. Er wordt niks meer mee gedaan. Kunnen ze doneren om een ander te helpen. En kunnen een hoofdstuk afsluiten van dat veel stukje uit hun leven. Wij gaan ook een stukje verspilling tegen in de gezondheidszorg om deze te hergebruiken. Mijn vraag aan u is, zou u of jij willen dat jouw moeder, jouw vrouw, jouw vriendin of zelfs je dochter in deze schoenen zou staan? Nee? Word dan fan van Vibe. Vibe maakt alles waar wat ik net vertel. En wat ik u vraag is €18.494.10 om te kunnen starten. Ik heb veel meer nodig, maar ik ben blij met alles wat ik kan hebben en krijgen om dit met mijn passie en vanuit mijn hart waar te maken. Trouwens, hoe vond u maar? Zit het nog goed? Bedankt. We hebben vanavond veel gesproken, zeker David met de tafelgasten, over zaken als passie en aanstekelijk enthousiasme.
En daar vonden we wel een kandidaat echt op uitblinken ten opzichte van de rest. En daarom willen wij graag als winnaar naar voren roepen Peggy van de Vijf Eiken. Peggy. Wauw. Ik geef jou even ongemakkelijk een hand omdat ik deze enorme check vast heb. Van harte gefeliciteerd. En de Dutch Deal gaat jou hopelijk helpen om het eerste deel van jouw benodigde kapitaal te verzamelen. Ja, op naar de rest van het verlanglijstje dan maar. Dankjewel. Ik zeg een fotomoment. Kom hier maar staan, dan kunnen we een foto hiervan maken. Mag Vivian erbij dan, want zij helpt mij hierbij. Het is jouw dag vandaag. Goed, dank jullie wel. Als je ooit nog eens terugkomt, als je ooit een hart van spijt, als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, mij raakte niet meer kwijt. Moet je weten, mij raakte niet meer kwijt. Moeten weten, mij raakte nooit meer kwijt. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Grape District, Mansveld Expo Tech, Parktheater Eindhoven, Expo Size, Ixie Ontwerp Expo Winkel en CSU.